Hallo, mijn naam is Senol Tapirdamaz en vandaag gaan we een Cavendish knoop maken. Dit is een knoop met substantie. Het is een 4 in de hand die je 2 keer draait. En daardoor krijg je een veel mooiere, vollere knoop. Het lijkt veel meer op een Windsor. En ik probeer zo weinig mogelijk een Windsor te dragen. En het zorgt ervoor dat je een 4 in de hand krijgt met substantie. En je zult na deze knoop ook nooit meer een 4 in de hand dragen. Laten we meteen gaan starten met deze knoop. Ik heb de brede zijde aan mijn rechterkant, de dunne zijde links. En het gaat als volgt. Ik ga rechts over links, achterlangs. Dan maak ik 1 slag over het midden. En vanaf dit moment haal ik de brede zijde achterlangs door. Dan kom ik hier aan de voorzijde terug. Normaal gesproken bij een 4 in de hand zou ik nou door deze lus gaan die ik nou net heb gemaakt. Maar wat je nu gaat doen is een tweede 4 in de hand creëren. Nu ben ik bij de eerste slag rechts over links gegaan. En dan ga ik in spiegelbeeld dezelfde slagen nog een keer terugmaken. Dus ik ga naar rechts toe. Achterlangs door. Slag over het midden. Vervolgens ga ik hier naar achteren en haal ik de brede zijde, die weer bovenop ligt, door deze laatste lus die ik nu net heb gemaakt. Je krijgt een mooie, ja, bijna symmetrische knoop, en toch, ja, we moeten hem asymmetrisch noemen. Hij is voller dan een 4 in de hand. En daardoor past hij ook gewoon bij een nauwe kraag, een brede kraag. En hij heeft veel meer weg van een halve Windsor, of een Windsor, dan een gewone 4 in de hand. Ik gebruik hiervoor een gebreide das, waardoor de knoop net wat meer finesse heeft in mijn optiek. Was hem. Een Cavendish knoop. Uit de reeks van 177.413 mogelijke knopen is dit er één van. 2 keer naar voren in de hand knopen. 1 keer linksom, 1 keer rechtsom. En dan een slag door het midden halen. Hele mooie knoop. Je kunt hem bijna altijd dragen. Hij is mooi van vorm, strak. Veel plezier ermee. Als je hem loopt, laat het me in ieder geval weten. Vond je dit een leuke video? Laat me dat ook weten. Abonneer je op mijn pagina. Mijn naam is Senol Tapirdamaz en ik zie je graag een volgende keer bij een nieuwe knoop.